Je weet nu wat de rol is van de working directory, van de staging area en de project history. Maar hoe ga je bestanden eigenlijk van de ene plaats naar de andere? Wel, ik heb opnieuw een project uitgetekend, dus hier een root directory getekend. Daarin staan al een paar bestanden, 1.txt en 2.txt heb ik ze genoemd, want ik voelde me bijzonder creatief vandaag. En er is ook al een projectgeschiedenis, dus misschien heb ik op een bepaald moment eerst 1 geschreven en dan pas bestand 2 geschreven. En ja, misschien heb ik nog een aantal dingen gewist. Dat kan allemaal gebeurd zijn in die projectgeschiedenis. Maar hoe gaan mijn wijzigingen nu in die geschiedenis terechtkomen? Want ik zal eerst een paar wijzigingen doen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, er komt een nieuw bestand bij 3.txt. Zo, dat is een gloednieuw bestand. En er komt ook een nieuw bestand bij 4.txt. En laat ons zeggen dat ik uit 2.txt een paar regels verwijder. Misschien dat ik die verplaatst heb naar 3.txt en 4.txt bijvoorbeeld, om meer geordende code te krijgen. Dat kan. Op dat ogenblik, die wijzigingen, ik heb daar nog niets over verteld aan Git, dus die staan in de working directory. Dus ik ga even tekenen wat er gewijzigd is. Ik heb die paar stukjes die verwijderd zijn, dat is in 2.txt. Ik heb mijn file 3.txt. Dus ik teken nu wat ik hier heb staan, maar ik teken het op de plaats waar de wijziging zich bevindt. Dus deze wijzigingen bevinden zich in de working directory. Op dit ogenblik nog niets aan Git verteld. Nu, ik zou graag bepaalde wijzigingen doorsturen naar mijn project history. Dus bijvoorbeeld, laat ons zeggen, file 4 was meer iets om te testen, file 3 en dus de wijzigingen aan file 2, dus de dingen die ik geschrapt heb, die wil ik zien verschijnen in mijn projectgeschiedenis. Wel, om dat te doen, ga ik gebruik maken van het commando git add. Dus hier, git add. Specifiek, ik ga daar de filenamen bij zetten die ik wil verplaatsen. Dus dat is dan 2.txt en 3.txt. Die wijzigingen aan die files, die wil ik uiteindelijk in mijn staging area krijgen. Dus 2.txt en 3.txt. Op die manier, als ik dat commando uitvoer, dan ga ik eigenlijk over van hier naar hier. Nu, niet volledig. Wat er gaat overgaan, daarvoor ga ik dus deze twee hier. Ja, dan ga je de pijl weer wegdoen en het commando wegdoen. Maar wat er gaat overgaan, dat is dit hier. Dus deze twee delen. Die komen hier terecht. Dus wat ik geschrapt had daarnet. En die tweede file. Dus dat is die 3.txt. Die staan nu in de staging area. File 4 is blijven staan in de working directory. Dus file 4, Git weet daar nog niks over. De staging area, daar zijn die wijzigingen samengezet. Zodanig dat ik kan beslissen op een bepaald ogenblik, ja, dit is nu ook het wel. Dus ik kan meerdere keren git add doen om dingen bij te zetten in de staging area. Misschien dat ik eerst enkel git add hiervan gedaan heb. En dan beslist heb van, ah ja, ik wil ook nog git add hiervan. Dus elke keer dat ik git add uitvoer, komt er iets bij in de staging area. Als ik nu van de staging area hier tevreden ben, als ik zeg van dat zijn goede wijzigingen samen, ik wil die nu in mijn projectgeschiedenis zetten, zo, dan schrijf ik git commit. En op xcheck staat er vaak min m bij. Met een boodschap. Die boodschap, ja, je mag daar eigenlijk in invullen wat je wil. Maar hoe duidelijker de boodschap, hoe beter. Je zegt bijvoorbeeld, nu heb ik een feature toegevoegd om een nieuwe knop te laten zien. Als je dat in je boodschap zet, dan weet iedereen direct wat deze aanpassingen verwezenlijken in het volledige systeem.
Eens dat je dan op enter duwt, nadat je de commando hebt uitgevoerd, wel, dan wordt dit hier deel van jouw project history. Dus dan ga je dat hier ook weghalen. Dan wordt je staging area terug leeg. Dus git commit maakt je staging area altijd leeg. En ik ga dat hier nu met een grote bolletje tekenen. Gewoon om aan te geven dat het die wijzigingen zijn die de volgende stap op onze tijdlijn vormen. Zo, dus dat is wat er veranderd is in die volgende stap op de tijdlijn. Intussen, file 4.txt, die staat nog steeds in de working directory. Zolang ik git daar niks over vertel, blijft die daar staan. Maar eens we toevoegen aan de staging area, via git add, kunnen we het een volgende stap maken op onze tijdlijn als we willen. En dat doen we dan met git commit.